feest. Heeft het niet koud zo zonder jas? Nee, het valt best mee hoor. Mama, hij was voor Sinterklaas. Oh, sorry. Ik woon hier vlakbij. Oké, leuk. Hebben we ook normale kaplaarzen? Ja, dit is toch prima? Dit zijn homo-kaplaarzen. Hey. Waar is mijn telefoon? Naast het bed. Lieve, we moeten nog even op de bruiloft hebben, hè? Moet dat nu? Je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Roos of lelies? Roos, hè? En dan champagne of Bellinis? Bellinis. Dat is nog net even anders, hè? Oh, en Kees, we moeten vandaag mijn moeder terugbellen, want ze wil weten of ze nou mag zingen of niet. En zo ja, wat? Er staan croissantjes in de oven. Wat bedoelt je moeder precies met zingen? Wat ze bedoelt met zingen? Nou, gewoon, ze wil zingen. Dat kan iets klassieks zijn of een nummer uit een musical. Ja, ik zeg maar wat. Zingen misschien geen goed idee? Moet gaan. Nou, kus. Sorry dat we te laat zijn. Is lang geleden? Ja. Alles goed? Ja, top. Dag Bommel. Kan het niet, omdat hij het zelf niet kent. Oh, mooi zeg. Wat is het eigenlijk? Kees snapt bijvoorbeeld helemaal niks van dat hechte familieding van ons. Hij weet totaal niet wat hij daarmee aan moet. Hij heeft niemand. Hij heeft jou toch? Nee, daar gaat het niet om. Zou ik het niet gewoon even ingepakt laten? Nee. Ik kan 100 keer met hem trouwen, maar hij blijft alleen. Ja, Kees, mijn kikkie. Is Victor daar? Komt u maar, Sinterklaas. Ja? Goed. Ja? Ja, kom. Oh, pas. Hij zit in die boog. Zou je bellen? Voicemail. Ja, met mij of met ons. We staan nu voor je deur, maar je bent er niet. Of je wilt ons niet meer kennen. Jammer, jammer, jammer. Jammer van alle chips. De films die we hebben meegenomen, waar we zelf geen ruk aan vinden, maar die we speciaal voor jou uitgezocht hebben. Jammer. Oh, schat. Ik heb een man allemaal op elkaar vanavond.